Dat merk ik nu nog steeds en dat was zelfs toen ik bij Ajax speelde. Dan speelden we tegen Feyenoord bijvoorbeeld en dan werden de Ajax-ziende spelers werden echt uitgescholden. Ja. En dan liep ik er langs, zei ze, verkeerde club. Dat is het enige wat ze tegen me zeiden, weet je wel. Je had hier moeten spelen, weet je. Ik kom Feyenoorders tegen, ook echt uit de harde kern nog steeds wel eens. En die zeggen, je had bij Feyenoord moeten spelen. En mijn vader, die leeft dan niet meer, maar die zei ook van, weet je, je had bij Feyenoord moeten spelen, weet je. En Feyenoord is van, bij ons thuis was dat, bij mijn pa was dat in ieder geval, hè, was Feyenoord de club. Bij de rest van de familie en bij mij was Vitesse dat. Dus voor mijn vader heb ik ook de verkeerde keuze gemaakt. Maar uiteindelijk moet je ook doen, wat voor kansen krijg ik? Ik heb op een gegeven moment heb ik naar Feyenoord gekund. Even een bruggetje dan ook maar. Ja. Kon ik daar naartoe. Alleen Feyenoord zat gewoon best wel in de problemen. En, In die tijd, hè? Dat ja, weet je. En ik kon naar Twente. En ik kon, weet je, dan kies je sneller voor Twente. Omdat die, ja, ik ben daar eerste tweede geworden. Ik bedoel, bij Feyenoord was dat op dat moment niet mogelijk. En toen ben ik naar Ajax gegaan. En daar heb ik geen moment spijt van gehad. Want ja, wat je ook kan zeggen van Ajax. Ajax is in dat opzicht wel, de mensen daar binnen de club zijn wel warme mensen. Dus ik heb gewoon fantastische mensen ontmoet en een hele leuke tijd gehad. De klassieker komt eraan. Ik zag dat je hebt geen klassieker gewonnen, zeg ik. Ik heb er twee gespeeld. Ja, eentje 1-1, dat was En de uit verloren en scoorde Gudetti volgens mij drie keer. Ja. Ja. Kun je even voor mij vertellen, wat gebeurt er met je als Ajax-speler en je komt in die Kuip? Ik zou je eerlijk vertellen, er gebeurt helemaal niks. Ja, het boeide me echt helemaal niet veel. Ik bedoel, we werden natuurlijk gigantisch uitgefloten, maar ik was het wel gewend om uitgefloten te worden, want dan werd ik op zich vrij vaak. En ik had er totaal geen moeite mee dat ik werd uitgefloten, maar als Ajax-ziende naar Feyenoord toe, dan is er wel een bepaalde haat, dat klopt wel. Maar dat was niet naar mij zozeer, dus ik heb er niet heel veel last van gehad.